Genna, je bent schilder, dat kun je wel zien. Hier in het oude pand van de ABN AMRO Bank ben je bezig met het inrichten van een expositieruimte. Wat is precies de bedoeling hier? Ja, de bedoeling dat ik moet mijn kunst laten zien aan mensen. Dat in echt zien. Niet foto's, maar in een echt. En hoe ben je hier bij dit pand terechtgekomen? Ja, dat is, ik heb toen begonnen met schilderen in Almelo. En via kennissen, zeg maar. Het is een enorm pand, hè? Hoeveel schilderijen kun je hier ophangen? Ja, ik heb ongeveer 250 schilderijen opgehangen. Waarom dan toch de moeite genomen om hier dit in te richten? Ja, ik vind het een lege pand en het moet mooi worden. Je wilt het gewoon doen om dit pand aan te kleden? Ja. Dus het hoeft nou niet eens verkocht te worden? Ook als je niemand komt hier kopen, geen probleem. Is het dan elke dag open straks? Ja, behalve zondag en koopzondag open. Je komt uit Rusland, hoe heb je het schilderen geleerd? Ja, ik heb vanaf 5 jaar kind aan schilderen, maar ik heb in Nederland begonnen in Almelo. En alles zelf aangeleerd of op... Alles zelf. Ja, het was moeilijk, maar zeg maar hard gewerkt. En waarom eigenlijk? Ja, voor mij was het altijd droom om te kunstenaar worden. Echte kunstenaar, niet met woorden, maar echte. Dus, en waarom wilt u dat zo graag? Ja, ik hou van zeg maar schilderen en dat is, lijkt op vrijheid voor mij. En wanneer is dat? Wanneer is het klaar? Ja, ik moet nog een paar dingetjes doen. Dan verf al gebracht. Dus, Hoe lang kunt u hier blijven? Hoe lang blijft het gebouw nog staan? Ik heb geen idee, misschien een paar jaar ongeveer. Hoe gaat het heten? Krijgt het ook nog een naam? Ja, dat is mijn galerie naam, The Heart of Art. Want er staat ook op. Ja. The Heart of Art. Ja.